Zeker door de Klauma. We zijn er allemaal een beetje beduust van. Ja. Nou, de snelste roofvogel ter wereld, hè? Dus stootduik van 300 km per uur is berekend of gemeten, zelfs wat meer geloof ik. Deze heeft een vleugel van 171. Bij elk televisieprogramma gaan ze snel, hè? Ja. Bij elk nieuw televisieprogramma. Ja, precies. Mensen willen graag gewoon de snelste of de grootste. Ja, na 385 was halve snelheid. Ja, ja, het wordt wel steeds sneller, ja. Dat hoorde ik laatst ook, ja. 80 mm is de P8. Ze worden ook steeds moderner natuurlijk. 35. Staat. Moeite gehad om het goed te kunnen bepalen. Ja, die is 55. Het vlaggetje is 24. Ja, ze hebben eventjes de klauwmaat opmeten. Het zit hier wel dik boven. Ik vind het snel zo. Het gaat snel in toch? Ja. Ik ga dat niet. Zou het een mannetje zijn? Een mannetje. Mannetje is 7,3. En dan heb je nog een zijzijde. Die is 6,8. Dus ook weer kleiner dan 105, man. Dat wist al. Ja. Dus je krijgt een potering mannetje en dan gaat hij misschien ook weer piepen als we hem andersom leggen. Weet ik niet. En als hij mij ziet hoor, dat kan ook. Ja, het zijn vooral luchtjagers. Hè. Jagers, dus vogels in de lucht. Plukken gewoon uit de vlucht, duiven. Ja, maar ze komen ook wel met jonge kievietjes. Ja, ze komen dus ook, hoorde ik van Kees, met jonge kievietjes, een jonge haasje. Dus, ja. Dit is nummer 5477. 192. Kennelijk, niet zo vaak gezien bij slechte vogels. Of ze moeten het van een andere roofvogel. Ja, dat kan ook dat ze van een andere roofvogel hebben gepikt. Ik denk dat ze het zo Nou ja, vandaar die Arabische sheiks, daar is het een nationale sport. Die doen veel met dit soort vogels. Een soort valkerij, valkenier. Ik had ook nog meer deze, ik pak alleen vogels. Ja, de speler waarschijnlijk ook zijn huis. En toren vond ik ook weer een middel in Mannaring. BSK. BSK. Even goed op. Het is handig om een andere serie even te nemen. Dan kan je ze helemaal makkelijk uit elkaar. Ja, het ringenverhaal is dat inderdaad degene die de ringen produceert, die komen uit Duitsland vandaan, ermee gestopt is. Zijn zoon zou het overnemen, maar dat schijnt niet zo goed te gaan. Dus er zijn op dit moment tekort slechtvalkeringen. Mm. Ik dacht ook dat ik tekort zou hebben voor Noord-Holland, maar toen vond ik in een laadje toch nog gelukkig van vorig jaar nog een. Die hebben 300. Dus dat zijn Noord-Hollanders. Ja. En er hangen hier en daar nog meer kasten in Noord-Holland hoor, maar die zijn bezet. Goed, nou dat is BSK. Die hou ik ook nog even omhoog. Liefhebbers. Ja, precies. Mannetje dus. Ja, dus natuurlijk. Nou, dan hebben we er nog één. Ik ben benieuwd, nou wordt het spannend. Ja. Twee of twee. Of een vrouw in je leven. Ja, dacht ik. Ja, de vrouw zit er wel.